Jaap van den Ende, Geert van Kuik, Anne Sinke, Jeroen W76, Revanche, Lucas van Rosmalen, Gerdy Schreuders, Roland Sars, Ruben Vlaander, Guido Vroemen en Jan Overgoor. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Teeffelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heijkoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over alle reacties, vragen en reviews. We zijn een maand onderweg met de Slimmer Presteren podcast. En op alle kanalen ontvingen we jullie reacties, vragen en reviews. In deze aflevering gaan we ze behandelen en beantwoorden. Zit jouw reactie ook al in deze aflevering? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Daar zitten we even in een andere setting voor de kijkers op YouTube. In de thuisvlogstudio met al mijn startnummers, medailles. En ik kijk mijn ogen uit naar de nummers, naar wat jij dus allemaal gelopen, gefietst, wellicht gezwommen hebt. Ja. In 3 jaar allemaal bij elkaar verzameld op deze bijzondere reis in de wereld van hardlopen, triathlon en fietsen. En ja, we zijn inmiddels ook op reis met onze Slimmer Presteren podcast. Voor de mensen die dit voor het eerst zien of horen, hoe wij werken. We maken 1 keer in de maand hebben we een opnamedag. Dus dat betekent dat in de tijd dat wij dit opnemen, zijn nu net de 5e aflevering is uit met Jacobina. En we hebben voor vandaag alle reacties verzameld en die gaan we doorlopen. Maar voordat we dat gaan doen, hoe heb jij het ervaren de afgelopen maand? Wat merk jij in je omgeving? Ik merk leuke reacties. Je begint natuurlijk eerst zelf een beetje voorzichtig bij jouw vaste kliekjes te polsen van een appje te sturen. Misschien is dit wel wat voor jou en dan... Ja, dan merk je in het begin mensen die doen daar niks mee. Die zijn misschien angstig van slimmer presteren. Die zien niet dat jij erachter zit. Nou, op een gegeven moment, na de 2e aflevering, ben ik gewoon volle bak mijn kring gaan informeren. En ook allerlei mensen, dacht ik, die staan ook nog in mijn lijstje. En dan merk je, en ook duidelijk erbij gezegd, hier zit ik achter en doe ik samen met Gerrit Heijkoop... Ja, dan merken mensen ineens van... wauw, dit is echt, dit is goed, dit is serieus. Ja, of het goed is gaan ontdekken. Ik vond een leukste reactie mijn moeder. Die luistert... Ja, podcast is voor haar iets nieuws. Ja. Kent ze niet. Ja. Dus die heeft dan de 2e aflevering geluisterd. Dan heb ik gewoon aangezegd van... moet je op die knop drukken en dan... Maar die vroeg daarna, ben je dan elke vrijdag op NPO 1 in de ochtend? Wat is dit, podcast? Ja. Dus, dat is, dus die gaat nu elke vrijdag voor de tv zitten in de hoop om mij daar te zien. Maar ik merk ook onze generatie mammals. Ja. Dat is toch een generatie die niet is opgegroeid met podcasts. Nee. En ik nog herhaaldelijk mensen moet uitleggen... A, wat het is en B, hoe ze dit moeten gaan luisteren of kijken. En vooral ook veel mensen die zeggen... ik kijk je steeds op YouTube. Ik denk, hoe leuk is dat? Ik zou het gewoon lekker tijdens het fietsen opzetten of zo. Dus die heb ik ook uitgelegd dat je het gewoon prima kan luisteren... en dat daar heel veel kanalen voor zijn en zoek vooral uit... Maar ik vind dat ook wel een leuk onderdeel van deze reis. Zowel voor ons als makers, maar ook inderdaad voor ons publiek. We hebben een poging gedaan om op zoveel mogelijk kanalen... deze podcast beschikbaar te maken. En nu gaan we maar ontdekken waar veel mensen luisteren. Ja. Laten we in de reacties, vragen en reviews even beginnen met het laatste. Want wij roepen aan het eind van iedere aflevering, laat even een review achter. Dat hoor je misschien ook bij andere podcasts wel. En misschien is dit een goed moment om even uit te leggen waarom dat nou handig is. Los van dat wij natuurlijk willen horen hoe jij het vindt en wat we beter kunnen doen. Die schouderklopjes, dat is natuurlijk ook een fijne bevestiging. Maar er speelt ook wat anders, met name in Apple Podcasts. Als je daar veel positieve reviews krijgt, dan hebben wij kans in deze eerste paar maanden om terecht te komen in de sectie nieuw en noemenswaardig. Aha. En als je daar terechtkomt, nou, dan gaan we hopelijk een heel nieuw luisteraarspubliek bereiken. En nou ja, de mensen die dus al kijken en luisteren kunnen ons daarmee helpen. Dus nou ja, inmiddels zien we dat al heel wat mensen dat gedaan hebben. Zo'n 26 mensen hebben op de 1 tot 5 sterren gedrukt. Heel veel mensen op de 5 sterren. Dat is natuurlijk bijzonder leuk om te lezen. Ja. Een paar mensen zijn ook kritisch en iemand die vindt het helemaal niks. En we hebben ook twee mensen die hebben een korte reactie geschreven. Onder andere Anne Sinke, die we later ook nog terug zullen zien met een vraag. Hartstikke leuke podcast, ga zo door. Leuk, leerzaam en herkenbaar, schrijft hij. En ook Jeroen schrijft, leuke podcast om naar te luisteren, ga zo door. En vervolgens schrijft Jeroen een vraag in de reviews. Nou, die komen wij dus tegen, die gaan we hier beantwoorden, Jeroen. Maar wij kunnen natuurlijk in de reviews niet reageren. Dus vragen mag je reageren op de website, op social media, mailen. Nou, dat zullen we zo zien. Want dat is het idee, Jurgen. Laten we gewoon even door die eerste 4 afleveringen gaan en daar gewoon alle reacties en vragen stuk voor stuk behandelen. Prima plan. Gaan we doen. Nou, komen we bij aflevering 1. Begin februari kwam die uit. En ik moet wel zeggen, we vlogen er misschien meteen ook wel hard in. Hè? De vermogensmeter, is het een zorg of een zegen? Ja. Ik geloof dat we daar toch wat mensen ook meteen tegen de haren ingestreken hebben. Een beetje zwart-wit titel ook, hè? Zorg of zegen, of zin of onzin. Ja, dat is denk ik lastig voor mensen die een vermogensmeter hebben en gebruiken en zich daar heel prettig bij voelen. Ja. En ik snap dat ook wel. Ik denk zeker dat je een groep mensen zeker nuttig is, zoals we eigenlijk ook uitlegden in de aflevering uitzending. Ja. Alleen, wij waren eigenlijk echt geïnteresseerd in die recreant die nog niet zo bezig is met echt zichzelf te verbeteren via allerlei trainingsprogramma's die gebaseerd zijn ook op vermogen. Ja. En de vraag was natuurlijk in de combinatie van kosten en van je kan je geld maar 1 keer uitgeven, moet je dan aan een vermogensmeter wagen. Nou, laten we wat reacties doornemen. De eerste en de leukste kwam vrij snel via de appgroep bij onze triathlonvereniging. Jaap van den Ende schreef: Trump kan er nog wat van leren hoe de feiten in deze podcast verdraaid worden door de anti-vermogensmeterpropaganda. Nou, daar waren we dan. Kijk, aflevering mooi, 1 buiten. Ja. Meteen smack om onze oren. Ja. We hebben natuurlijk Jaap vervolgens uitgenodigd om eens wat met ons te delen op de website. Heeft hij gedaan op de pagina van aflevering 1. Daar heeft hij een heel lang verhaal geschreven. En ik haal er even 2 dingen uit. Hij deelt daar zijn eigen ervaring over hoe hij traint met een vermogensmeter. En hij schrijft op een gegeven moment: voor de fietser die planmatig wil trainen richting een specifiek doel, bijvoorbeeld funklasse wedstrijden, cyclosportieve tocht of een triathlon, kan een vermogensmeter zeker van toegevoegde waarde zijn. Zelf val ik in deze categorie, gebruik een vermogensmeter en kan dus uit eigen ervaring spreken. En hij komt dan tot de conclusie: een vermogensmeter kan zeker een zinvolle toevoeging zijn. Toen moest ik toch weer een beetje glimlachen. Ja. Mits je hem verstandig gebruikt en ook naar je gevoel blijft luisteren. Jij bent ook in gesprek geweest met Jaap? Ik, ja, zeker. En hij heeft ook uitgelegd. Volgens mij doet hij ook op Zwift fietst hij. Nou, en Zwift, dat is natuurlijk een heel toepassingsgebied waar wij helemaal niet aan geraakt hebben. Hè? En Zwift is alleen gebaseerd juist op wattage. Volgens mij kan jij dan virtueel meedoen aan wedstrijden. Ja, op je binnenfiets, op de rollenbank. En dan, voor de mensen die dat niet kennen, op je scherm doe je mee in een race. En dan zie je eigenlijk jouw concurrenten of jouw vriendjes die tegelijkertijd aan die race meedoen. Ja. En waardoor kan je tegen elkaar fietsen, is omdat jij een bepaald wattage per kilogram opgeeft. En dan, daar houdt dan het programma rekening mee. Hij volgt daar ook een trainingsprogramma. Ja, dat gaat alleen om wattage. Ja, dan is het heel lastig. Dat moeten we toegeven. Ja. Dat is een enorme blinde vlek die we in die aflevering helemaal niet raken. Iedereen die in de winter binnen wil fietsen en virtueel met anderen in competitie wil, die heeft natuurlijk een vermogensmeter. Ja, het volgende punt wat hij zei. Zit jij op Zwift? Fiets jij binnen? Nee. Ja, waarom? Waarom niet? Of waarom niet eigenlijk? Hè? Waarom kom je tot die keuze? Het is een afweging dat ik denk, ik ga toch liever naar buiten sowieso. Dan of op een mountainbike wat minder weer. Het is een mooi speeltje, denk ik. Maar volgens mij dat hoor ik ook van anderen. Je bent er op een gegeven moment al op uitgekeken. Iemand anders die vertelde mij, die zei, ik word steeds... die heeft serieus zijn vermogen opgegeven en zijn lichaamsgewicht. Maar die zegt, dan word ik ingedeeld in een categorie. Die is zo heftig en dan wil ik eigenlijk 50 kilometer gaan fietsen. Ik ben na 10 kilometer helemaal klaar mee. Omdat hij in het virtuele peloton de boel probeert bij te houden en trapt zich helemaal kapot. En wat het probleem schijnt te zijn, is dat er allemaal van die slimmerikken een verkeerd lichaamsgewicht zich voordoen als zijnde dat ze veel lichter zijn. En daardoor eigenlijk de boel een beetje verstieren en op hun manier veel makkelijker mee kunnen. Dus hij voelt zich erg gebonden aan het feit van... dat hij niet gewoon eens lekker weer kan fietsen. En eigenlijk iets heeft van, dan ga 2 uur trainen... en dan na 10 kilometer op aapgapen ligt. Maar Jurgen, hoe train jij dan het fietsen in de winter? Ik, mountainbike veel. En bij prima weer, in ieder geval geen regen om te beginnen... ga ik wel op de racefiets. Ja. Ook in de winter? Ook in de winter, ja. En dan, ik herken dat zelf ook wel. Ik ben ooit vanuit het mountainbiken überhaupt begonnen... met een beetje sporten toen ik hier naar de Utrechtse Heuvelrug verhuisde... Ja. En wij doen dat met de club natuurlijk ook in de winter. Ik merkte wel, afgelopen winter... ik word daar toch wel een beetje lui van. Dat ik denk, ik ben een mooi weer fietsen. Maar ik merk wel dat ik niet zoveel zin heb eigenlijk. Als het heel nat is, dan ga je 2 uur fietsen. Want dat kan je inmiddels. En anders heb je niet echt een trainingsprikkel. Moet je daarna ook nog die fiets weer helemaal schoonmaken. Het duurt nog langer. Dus... ik merk zelf dat ik eigenlijk gewoon in de winter veel minder fiets... en eigenlijk vol inzet op lopen. Dan is volgens mij het Zwift is best leuk is om een keer uit te proberen. Ik heb alleen heel weinig trek om binnen te gaan zitten. Dat trekt me helemaal niet. Ga je buiten zitten op je Zwift onder het afdak. Of je hebt alleen maar scherm nodig. Ja. Nog even over Jaap. Wat hij ook vertelde. Jaap is gewoon een serieuze triatleet, laat ik het zo zeggen. En Jaap, ik heb wel eens achter hem gereden. Jaap, grote man. Ja. Heerlijk om uit de winter te zitten voor mij. En ik moet zeggen, die trapt me ook een vermogen. Ja, daar zeg ik u tegen. Ik bedoel, dus dat is echt wel een... ik snap dat hij... En dan wil hij nog meer verbeteren. Maar hij had bijvoorbeeld over een cyclosportief waar hij meegedaan had. En dat begon met een heuvel. Ja. En wat hij zei is dat Jan en Alleman knalden erin als een jonge hond. En hij, omdat hij op vermogen kon trappen... wist gelukkig daarmee eigenlijk rustig aan te beginnen. Ja. En later haalde hij al die gasten in die zich toch een beetje over de kop reden. Ja, dat is iets, dat denk ik, daar zit een kern van waarheid in. Jij kent het waarschijnlijk ook van te vroeg starten bij hardloopwedstrijden. Ik ga altijd hard weg. En dat is niet fijn, want je op een gegeven moment... ik weet dus niet, want ik lees dat verhaal ook van Jaap en denk, Jaap, dat is zo. Maar dat weet je ook van jezelf. Je kan het trainen. Ik bedoel, dat is, die studies zijn gewoon gedaan. Met onervaren mensen lieten ze naar het lab komen voor een 30 kilometer tijdrit op een ergometer. Ja. En dan elke week. En ze zagen gewoon elke week dat die mensen zich verbeterden. Ja. En dat ze ook dieper durven te gaan. Dus weer aan die ervaren maat van inspanning liet ze invullen. En dan waren ze in het begin natuurlijk heel voorzichtig. Kwamen ze misschien op de 14 uit op die schaal van 6 tot 20. Ja. En dus dat is ook iets. Je leert omgaan met de afstand. Maar ook van hoe... wat je lichaam aan kan, hoe dieper je durft te gaan. Dat gevoel moet je trainen. En dat was een conclusie. Ik pak even de reactie van Geert van Kuik erbij, die ook reageerde op de website. Hoor je Gerrit en Jurgen, leuke podcast. Hij rijdt zelf wel met een vermogensmeter. En zijn voordeel vindt hij dat hij zijn progressie heel goed kan meten. Precies. Omdat hij in de data ziet hoeveel watt hij trapt, hoe dat beter gaat, hoe hij dat kan vergelijken. En dan vindt hij leuker dan dat zomaar op je gevoel te doen. Ja. En hij zegt uiteindelijk ook, en dan roept hij ons misschien wat tot de orde dat wij het... en de vraag is of wij dat gedaan natuurlijk hebben. Hè? We hebben volgens mij niet algemeen een vermogensmeter als onzin verklaard. We hebben alleen gezegd voor onszelf en voor een amateur kun je je geld en je tijd beter in iets anders steken. En ook hier toch bij Geert ook weer de nuance. Ja, kan ook best zonder trainen en naar je gevoel luisteren. Ja. En dat, met iedereen die het over hebt, die komt daarop uit. Ja. En dan voel ik me maar weer gesterkt in mijn punt. Ja, wacht even dan. Maar ga je dan 4 tot 1400 euro uitgeven aan een apparaat... wat je data geeft die je prima aanvoelt, toch? Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik zag een artikel over een Deense fabrikant van vermogensmeter... die suggereert dat ze op weg zijn naar hele goedkope vermogensmeters. Okay. In ieder geval de fabrikage zelf kost nog maar €6, meen ik. Ja. Ja, nou dan wordt het natuurlijk een andere categorie. Dan vallen onze argumenten weg, toch? Ja. En dan tenminste, bij mij merk ik voor €6 of desnoods €16. Komt nog wel dan de opmerking die Guido Vroemen, die sportarts, daarop had. Op Twitter zei hij, ja, moet je wel weten hoe je het interpreteert, die getallen. Want die programma's laten natuurlijk, dat trainingspeak bijvoorbeeld, ja, allerlei van die afkortingen waar we het ook over gehad hebben. En de trims en de trainingsstressscore, noem maar op. Ja. Anaeroop, aeroop, moet je wel weten te interpreteren. Dus welk getal moet je op focussen? Dat is dan de volgende stap. Ja. Ja, dat is dus... Ik hoop in ieder geval de mensen die een programma gebruiken met vermogensmeter... dat ze ook weten van wat de getallen voorstellen. Ja. En dat ze ook dan op een gegeven moment kunnen inschatten van... nou, dit getal, daar moet ik iets meer of waarde aan hechten dan weer een ander getal. En dat het samen met dat gevoel... Eigenlijk dat het elkaar aanvult, laat ik het zo zeggen. Exact, ja. Nou ja, en dan inderdaad op prijs laten wij hem nu vooral varen. Nog even terug naar de allereerste opmerking van Jaap... waarin hij ons Trumpiaanse anti-vermogensmeter propaganda verwijt. Daar heb ik toch ook met hem nog even onze studies aangehaald... waar we ons op baseren. Ja, studies in Groningen en Maastricht... die gewoon laten zien dat die data je niet sneller maakt. Nee. Maar ja, dan dat het leuker traint, prima. Ja, nee, de laatste, die opmerking die hij had. Ja, daar zijn de profs in het peloton die er een beetje kritisch op zijn. En dat is inderdaad, het is ook een generatiedingetje lijkt het. Want ik, in de podcast van de Live Slow Ride Fast van Lauwers-Tendam... had je eerst Dumoulin, die inderdaad gewoon ontkent... of in ieder geval zegt dat hij op wedstrijden nooit op een vermogensmeter kijkt... En daarna hadden ze een interview met Fabio Jakobsen, de sprinter. De nieuwe Nederlands kampioen hier in de buurt vorig jaar. Ja. En wat echt een bijzonder verhaal vond ik... dat hij in zijn beginjaren op kop moest sleuren in dienst eigenlijk van... toen was hij denk ik al bij Quickstep, zat Nicky Terpstra er ook. En hadden ze afgesproken, oké, jij gaat kopwerk doen. En, en hij had zoiets van met oortjes contact met Nicky Terpstra. En die had gezegd, nou gewoon 41, 42 km per uur fietsen. Ja. Alleen die Fabio, die kende niks van snelheid. Die had zelfs... Die had alleen maar getraind op vermogen. Ja, en op zijn meter stond ook geen snelheid. Dus die vroeg dan aan Nicky, ja, welk vermogen is dat dan eigenlijk? Ja, dat was zo hilarisch eigenlijk, dat een jongen dus eigenlijk op een manier als hij fietst geen idee heeft van rij ik nu 30 of 35 of 40. Ja. Maar sec alleen maar naar dat vermogen kijken. Dus ik kan me ook voorstellen dat die jongere generatie wielrenners, als die over 10 jaar deze podcast terugluisteren, echt... ons uitlachen. Zeg je eigenlijk, Jurgen, we zijn gewoon ouderwets met ons standpunt. Dat durf ik niet te zeggen. Kijk, we zijn natuurlijk wel mammals. Wij hebben natuurlijk een hele andere... toen wij zo jong waren als Fabio Jakobsen. Ja, dan spreek je over hele andere tijden. Maar ik denk natuurlijk, er is altijd een ontwikkeling gaande naar nieuwe manieren om prestatie te meten. En wie weet, over 20 jaar is de vermogensmeter en goedkoop en zo goed uitgedokterd dat zelfs de recreant precies weet wat hiermee moet. Dan daar zijn we verder. Nou, en dat is een mooi bruggetje naar een reactie die we kregen op YouTube. Ook een plek waar deze podcast te vinden is. Jeroen W76 is al een trouwe volger op mijn YouTube-kanaal. Ik ben hem ook wel eens tegengekomen bij de Devil's Trail. Hallo Jeroen, ik zwaai even naar de camera. En Jeroen vraagt onder die aflevering... onder hardlopers, want zo kennen Jeroen en ik elkaar... is de vermogensmeter ook steeds meer in opkomst. Geldt wat jullie betreft dezelfde conclusie als op de fiets? En ik vroeg hem toen, nou heb je er zelf een, wat is je ervaring? Zeg, nee, ik heb er geen, maar ik ben het aan het overwegen. En ik hoorde dat het wel constanter en daardoor ontspannender loopt... dan met een hartslagmeter. Wat is jouw... Wat weet jij ervan? Loop jij met een vermogensmeter? Nee, Ja, vaag kon ik me herinneren dat de discussie is 2 jaar, 3 jaar geleden al was die wat uitbundiger op internet. Omdat er inderdaad Stryd heet het. Ja. Of, heeft een vermogensmeter op de markt gebracht. Ja, een klein apparaatje wat je geloof ik in je vetus vlecht. Of aan je vetus vastmaakt op je voet. Klopt. En die geeft dan aan wat je... Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die sensoren die je nu... bij wedstrijden. Ja. Nou, de discussie, ik heb hem nog even uitgevoerd. Waarom was er discussie? Nou, dan de biomechanici die worden knettergek als ze horen van loopvermogen. Ja. Omdat dus in tegenstelling tot wielrennen, fietsen, waarbij het eigenlijk vanuit inderdaad de kracht die je op de trappers en de omwentelingssnelheid van de trappers, je inderdaad een mechanisch vermogen prima kan afleiden. Ja. Dat met het lopen veel ingewikkelder is om daar te praten over mechanisch vermogen. Okay. Ja, jij bent volgens mij ingenieur, dus jij weet daar denk ik meer van dan ik. Ja. Ik wacht even af wat Alex Hutchinson heeft daar destijds ook wat stukken over geschreven. Die gooi ik in de show notes. Nou, het heeft er ook puur mee te maken eigenlijk dat op het moment dat jij heuvel afloopt... Ja. Dan eigenlijk rem je dan juist af. En dan zou je een negatief mechanisch vermogen leveren. Ja. Dus het is een beetje... Je mag eigenlijk geen vermogen zeggen. Mm-hmm. Dan, wat het meer is het een caloriemeter. En ook Guido Vroemen heeft ermee gewerkt, werkt er mee. En wat het doet, is dit daar zitten eigenlijk versnellingsmetertjes in. Die accelerometers. Ja. En die meet eigenlijk... de verplaatsing van jouw lichaamsgewicht tijdens het hardlopen. En door die versnellingsmetertjes in 3 richtingen. En ze eiken dat, of hebben dat geëikt... aan de hand van echt metingen van je zuurstofconsumptie. En aan de hand van de zuurstofconsumptie... en dan wat dat apparaatje eigenlijk voor uitslag geeft... Ja. Kan je wel een relatie vinden tussen je energieverbruik... Dus, en dat is eigenlijk dan niet je mechanisch vermogen... maar je metaboolvermogen noemen ze dat. Ja. En de uitslag van dat metertje... waar ze met een algoritme hebben ze dat dan zo gezorgd... dat je dus een maat krijgt eigenlijk voor je energieverbruik... tijdens het hardlopen. Ja. En dus eigenlijk hoe economisch je loopt. En in die zin kan je het gaan gebruiken van... Stel jij... maar dan moet je goed uitkijken dat je het een beetje... onder dezelfde omstandigheden doet op een vlak terrein... En jij wil eens een keer kijken van of jij efficiënter kan lopen. Door je wat meer Door je looptechniek te veranderen. Ja. Nou, en dan schijnt zoiets echt wel te helpen. Omdat je dan kan aflezen... Hey, bij deze snelheid moet je eigenlijk dezelfde snelheid lopen. Als ik mijn looptechniek zo verandert, levert dat me zoveel op. En dan kun je... Ik had het hier ook over met UHTT-clubgenoot Wim Bennekes. Die heeft er een, die loopt ermee, die zweert erbij. Ja. En die zegt een aantal dingen. Hij zegt, ik vind het beter en fijner dan een hartslagmeter... want hartslag is altijd anders. Ja. Afhankelijk van hoe ik er fysiologisch aan toe ben... hoe uitgerust ik ben, hoe opgewonden ik ben van de wedstrijd. Dus die vind ik onbetrouwbaar. En hij zegt, hij houdt rekening met dingen als wind tegen. Want blijkbaar die van hem integreert dan ook nog weer data. Ja. Dus komt hij tot de conclusie, het is veel objectievere data dan tijd of hartslag. Als we het dan over data hebben... en als ik dan hoor net van jou hoe dat werkt met al die modellen en aannames. Ja. Als we het vorige keer ook al in aflevering 1 raken over... dat dingen natuurlijk... dat ding moet verbonden zijn. Dus die verliest communicatie. Als ik op internet kijk naar hoe die vermogensmeter met elkaar vergeleken worden... en blijkt dat daar bij dezelfde omstandigheden 10 tot 15 tot 20 watt verschil in zit... Ja. Ja. Dan denk ik opeens, ja, wacht even. Maar je omslagpunt ligt nogal gevoelig, hè? Want uiteindelijk gaan we trainen op 5 watt meer of minder. Ja, precies. Ja. Dan denk ik eigenlijk, ja, maar daar word ik heel zenuwachtig van. Want als dat ding zo onnauwkeurig is, waarom zou ik dan... Het pretendeert een bepaalde nauwkeurigheid die er helemaal niet in zit. Dus dan is je training nog niks waard. Nee, en de hype lijkt volgens mij ook een beetje over. Ik bedoel, een paar jaar geleden was het enorm in. Toen het in en veel artikelen ook over verschenen. Ook vanuit de Atletiek Unie zag ik een verhaal die dat promoten... Ja, daar komt weer hetzelfde eigenlijk kijken. Ik zag wel een advertentie op Facebook dat Stryd nu het succes van Kipchoge claimt. Hè? Dus dat om de 2 uur mede door Stryd staat er wel bij. Ja. Hij liep niet met een Stryd, maar het is toch ons succes. Ja, wie ben ik om dan te zeggen dat je hem niet moet nemen? Nou ja, ik zou zeggen, lees de verhalen ook op internet. Lees dat stuk wat van Hutchinson, wat echt wel kritisch er aan kijkt. Noem het geen vermogen, noem het inderdaad een energiemeter. Dan denk ik nog steeds, ja, dan ga je na afloop natuurlijk eigenlijk... Dat zit te vergelijken. En ook daar moet je dat ook weer interpreteren van... Maar nou ja, het is ook erg afhankelijk inderdaad van of gelukkig leven in Nederland, weinig heuvels, tenzij je naar het zuiden of het oosten gaat. Ja, dat speelt kortom, allemaal mee. Wij als amateurs, Jurgen en Gerrit, zijn hier nog niet enthousiast over. Staan niet in de rij. Ja, kan het alleen maar bessen. Ik ga zo'n ding niet halen. Ik vind het niet interessant. En door alle beperkingen die we net bespraken. Ja. Nog één reactie. Want de meeste reacties zitten op aflevering 1. Als je nu denkt, als ze zo 4 afleveringen door moeten. Maar het worden er steeds minder per aflevering. Van Lucas van Rosmalen. Goeie bekende ook. Leuk, Lucas. Kijkt naar onze podcast op YouTube. En die komt even terug bij het fietsen. En die schrijft... die gaf eerst eigenlijk een tip. Je moet niet in de hoek in die eerste 10 seconden al weggeven wat het antwoord wordt. Nou, dankjewel Lucas. Daar hebben we ons proberen aan te houden bij de volgende afleveringen. En dan zegt hij... Toch zie je bij de grote rondes dat Team Sky heel erg op de meters rijdt en hun tactiek erop lijkt te baseren. Zo van, er ontsnapt iemand, dat kost hem zoveel extra vermogen. Als wij een iets hoger tempo gaan rijden, halen we hem een paar kilometer voor de finish weer in. Als een soort berekening, zeg maar, om zo efficiënt mogelijk te rijden. Is dat ook zo? En hier refereren wij ook kort aan in het begin van de aflevering. Hè? Zijn de Skybots. Precies. Die weer op hun vermogensmeter zitten te kijken. Wat is jouw antwoord op Lucas? Dit lijkt zo te zijn als kijker naar Ik denk dat dit eigenlijk niet zo is. In ieder geval een beetje onzinnig. Maar dat ze gewoon op hun snelheidsmeter gaan kijken. Ja. Omdat die snelheid is voor elke renner hetzelfde. Ja. Het vermogen wat hij daarvoor nodig heeft, dat verschilt erg van hoe aerodynamisch hij op de fiets zit. Ja. Hoe zwaar de persoon is, et cetera. Dus het zou natuurlijk een beetje raar zijn om dan... Je hebt een groepje Sky, 5 renners. Ja. En dat je zegt, ja, jullie gaan allemaal zeg maar net onder dat omslagpunt. Ja, we gaan nu allemaal 440 watt trappen. Ja, maar dat is dus... Voor de ene is het omslagpunt 440. Bij de andere is het 450. De andere is een klein manneke, is het 410. Ja. Dan ga je toch niet zeggen... jij nu op kop, ja, jij moet 410. Oh, jij moet 450. Dan is het toch veel makkelijker om te zeggen... Oké, jongens... die koploper, rij ongeveer zo hard. Die rijdt 40 km per uur. Nou, we hebben nog 20 kilometer te gaan. Dat betekent als jullie nu 2 km per uur harder dan hem gaan rijden... Dan hebben we hem... Ja, kortom, dat is mooie praat van de wielencommentatoren... maar het is veel simpeler dan dat. Tenzij je natuurlijk allemaal te maken hebt met die Fabio Jakobsen... die geen snelheid op hun... meter. Ja, en dan... ja. Dus dan ga je eigenlijk af van... ja, rij nu op 85% van je omslagpunt. Ja, dan moeten mensen weer gaan rekenen. Ja. Dus ik denk zeker dat ze gebruik maken van tellertjes. Om gewoon maar te weten van hoe hard gaan we nu. Ja. Hoe diep maar dat niet per se het vermogen hoeft te zijn. Ja. En bergop dan wordt gezegd... ja, maar bergop is het toch... want dan is iedereen op zich aan elkaar gelijk... omdat het dan om vermogen per lichaamsgewicht gaat. Ook daar is het niet zo simpel, want we hebben... ook over de uitzending toen van de promotie van Teun van Erp... die van de Sunweb bewegingswetenschapper gehad. Ja. Ik heb inmiddels ook een artikel in Sportgericht daarover geschreven. Dat kun je terugzoeken. Zetten we in de show notes. Hij heeft ook bij Dumoulin eigenlijk alle sleutelbeklimmingen... alle wattages bekeken. En dan zie je ook dat zelfs Dumoulin trapt zeker niet altijd 5,8, 5,9 watt per kilo. Het hangt er heel erg weer vanaf van de steilheid van die klim. Hoeveel hoogtemeters hij van tevoren heeft gehad. Dus daarmee geef je ook aan, je kunt zelfs niet tegen Tom Dumoulin eigenlijk gaan zeggen van... hier moet jij precies, nou ja, de ene keer is het 5,6 afhankelijk van wat hij achter de kiezen heeft gehad. De andere keer is het 5,9, 6,0. Ja. Dus dan komen we op waar we in de aflevering ook op uitkomen. Het is geweldig om achteraf te vergelijken. Ja. Je ziet nu op dit moment in het Vlaamse voorjaarsseizoen... zie je af en toe live in beeld, hè, de wattages. En dan na 3 keer zeggen de commentatoren ook van... ja, wacht even, maar dit kan niet kloppen. Of dit is niet sync, of dit is vertraagd. Ja. Dus en daar wordt het volgens mij meer gebruikt om te laten zien hoe verschrikkelijk hoog die waardes zijn. Ja. Hè? Kijk, hun eens even enorme vermogens wegtrappen. Ja. Mooi. Ik zou zeggen, tot zover alle reacties en vragen naar aanleiding van aflevering 1. Laten we doorgaan naar de volgende aflevering. Doen we dat. Leuk. Goed, aflevering 2. Optimaal herstellen na het sporten ging dat over. Naar aanleiding van het boek van Christie Aschwanden. Dat hebben we helemaal doorgenomen. En laten we maar beginnen weer even met een reactie op WhatsApp. Dit is in mijn studievriendengroep. Roland Sars Interessante naam. Ja, daar hebben we natuurlijk een aantal jaar geleden. Precies. Maar goed, we zitten midden in het COVID-19 tijdperk voor de mensen die het over 2 jaar terugluisteren. Hij zegt, nou, ik moet wel even zeggen, ik heb die over herstel geluisterd. En ik zat de hele tijd maar te wachten op de waardevolle tip. Ja. En die kwam maar niet. Ja. Dus dat is denk ik even mooie kritische feedback naar ons, Jurgen. We moeten wel links en rechts zorgen dat we die tip voor die amateurs blijven geven. Ja. Want ik zei, nou, Roland, ik kan je wel even de samenvatting geven. Alles wat verkocht wordt onder het mom van herstelbevordering heeft geen wetenschappelijk aantoonbaar effect en is dus zonde van je geld. Veel dingen hebben wel iets van een placebo-effect. Dus als je er goed bij voelt, moet je het vooral doen. En het enige wat echt helpt voor je herstel is een cooling down en goed slapen. Nou, daar overheen kwam vrij direct de reactie van Ruben. Die zegt, nou, klinkt goed man. Weg met alle eiwitten en voeding en een en ander. Lekker hinkstapsprong naar bed. En die reactie merk ik wel wat meer om me heen. Dat, er zijn natuurlijk van dat soort sportwijsheden, bijvoorbeeld eiwit eten na trainingen, die zitten zo diep in het sporterslegioen. Volgens mij hebben we dat ook niet ontkend. Nee. Dat je alleen, we hebben met name gezegd van, dat hoeft helemaal niet in bijzondere hersteldrankjes. Nee, in shakes en repen. En dat hoeft ook niet wat je soms wel binnen 10 minuten na afloop van de inspanning genuttigd worden. Dat kan prima volgens mij in 1 uur, 1,5 uur daarna. En dat kan inderdaad prima met chocomel of yoghurt. Ja. Dus dat zijn even de twee mythes die we doorgeprikt hebben. We gaan hier niet zeggen dat voeding niet belangrijk is en dat je dat helemaal niet. Maar het is wel, kijk, het maakt het. Wetenschap is in die zin lastig, misschien wel vertragend of soms zelfs hoofdschuddend van bij die wetenschappers, daar komt nooit iets uit. Want ze kunnen nooit aantonen dat het klopt. Ik lees Cooling Down en ik las een stuk van een co-auteur, ook in Sportgericht. Een jongen die ik wel ken, zit in de redactie. En die schrijft, die had hier een stuk over en eigenlijk alle wetenschappelijke studies ook weer verzameld. Cooling down versus niks doen, gewoon stoppen. Ja. En dan. En gewoon verder gaan. Eigenlijk, dan heeft het deels ook te maken met te weinig betrouwbare goede studies. En ten tweede, placebo-effect wat doorheen speelt. Zijn conclusie was eigenlijk, er is te weinig wetenschappelijk bewijs dat je per se een cooling down, dat beter is voor je herstel. Ja. Dan gewoon stoppen en gewoon lekker met de benen omhoog of een douche nemen. Dus bij deze, daar moet je ook wel begrijpen dat, als wetenschapsjournalist ga je uit op wetenschappelijk evidence, bewijs. Ja. En dat soms er niet is, omdat er gewoon de studies die gedaan zijn te weinig of niet goed. Maar die geven wel altijd een richting aan. Ja. En op die richting, daar ga ik dan dus op af. En de sport is dan om zoveel mogelijk studies naast elkaar en bij elkaar te leggen om een rode draad te ontdekken. Precies. Je begint met studies, dan ga je een review daarvan maken of alle studies samen. En daar misschien nog een meta-analyse. Ja, dan wijst het wel naar of het inderdaad een bewijs is dat iets helpt, ja of nee. Ja. Dus dat is... maar wat wij ook aangeven, het gevoel, hartstikke belangrijk. En dat geldt ook voor het herstel. Ik denk dat we daar zo op terugkomen. Ja, daar komen een paar vragen over. Ik heb even op YouTube gekeken. Even een stukje zelfbevlekking. Heel veel complimenten. Dankjewel, YouTubers. Wesley schrijft, leuke uitzending. Jeroen W76, daar is hij weer, schrijft... Weer een ontzettend onderwerp. Heerlijk, no nonsense. Lekker bezig. Meer graag. Nou, dat klopt, Jeroen. Iedere vrijdagochtend nieuwe aflevering online. Gerdy Schreuders, die kennen we ook maar goed. Gooi Gerdy. Schrijft, gelukkig, ik kan gewoon lekker in een warm bad gaan liggen na een wedstrijd. Want dat voelt voor mij het beste. En Revanche, die hebben we al eerder even een shout-out gegeven. Wederom een hele leuke leerzame podcast. Op dit moment ben ik zelf geblesseerd, dus heb er zeker iets aan. Rust houden is voor mij nog best lastig, maar wel een uitdaging. Nou, Revanche zien we vaker terug, want dat zijn echt trouwe kijkers en die reageren iedere keer. Maar er kwam ook een vraag op YouTube voorbij van Niels te Braken moet ik zeggen. Leuke vlog, zegt hij. Hij heeft een vraag over de geadviseerde rust die je sporthorloge geeft. Ik heb zelf ook zo'n Garmin en die doet dat ook. Dan heb je zo'n training afgerond en dan zegt hij 36 uur actief herstel. Niels schrijft, ik meet de hartslag met een borstband en ik weet mijn omslagpunt via de sportrustentraining. Hoe betrouwbaar is nou dat advies van dat sporthorloge en hoe kan ik dat op een of andere manier controleren? En ik wil dat eigenlijk, ik wil daaraan koppelen de vraag van Anne Sinke, die we eerder al even zagen bij de reviews, die op jouw LinkedIn-post reageerde en schreef: leuke podcast over het herstel. Ik zit met een vraag. Hoe weet je nou wanneer je voldoende hersteld bent voor een nieuwe trainingsprikkel? Is je gevoel dan wel voldoende? Ja. Dus enerzijds, hoe voel je het aan? Anderzijds, heb ik wat aan die waarde van dat sporthorloge? Ja. Wat weet je daarvan? Ja, daar ga ik toch af op het boek van Christie Aschwanden. En een beetje op de verhalen ook die ik lees. Ik las een stuk over in het Trouw was het, over Mathieu van der Poel. Daar is hij weer. Veel genoemde held in deze podcast. En hij werd daar eigenlijk een beetje geframed als het wetenschappelijke studieobject. Degene die ook precies die eindwetenschappelijk kan volgen en ook kan aansturen op grond van wetenschappelijke studies eigenlijk, of kennis. Ja. En waar zij dus zij zei, ja, hoe weet je nou wanneer hij hersteld is? En dan zei we houden zijn heart rate variability in de gaten, HRV. Okay. En dat is eigenlijk de variatie die je normaal in je hartslag hebt. Ja. Dus we hebben natuurlijk rusthartslag, hebben we het altijd over, rond de 60. Maar als je daar echt op inzoomt, dan varieert die. Hè? Dan is die van 60, 63, 62, 58... En dat gaat de hele tijd zo door. Dus eigenlijk daar zit een bandbreedte in. Hè? Ja, een normale variatie. En die variatie is goed. Is fysiologisch eigenlijk. Want dat geeft eigenlijk aan dat je alert bent. In staat om snel te reageren op veranderingen in je omgeving. Ja. Doet mij denken aan een persoonlijk verhaal. Ja, je gaat even een zijweggetje in. Ja, hou die uitleg over de hartslagvariabiliteit vast. Ja. Ik kende het, maar ik heb het zelf aan de lijve meegemaakt met de geboorte van mijn oudste dochter. Oké. Okay. Mijn vrouw voelde weinig in de buik. Voelde geen schoppen meer. Wij naar hals over kop. We gingen naar het ziekenhuis. Ja. Nou, en meteen daar kwam een dokter. En die mat en die zei, wij hoorden het hartje kloppen. Ja. Nou, prima. Okay, alles niks aan de hand. We al bijna gaan. Totdat zij zei, maar dat hartje, dat klopt wel heel erg constant. Ah. Lees, daar is geen variatie. En toen zei zij, dit betekent stress. En dit is duidelijk een gevoel van, dat lichaam dat zit in een stresssituatie. Waardoor het eigenlijk gewoon een hele constante, vlakke lijn van je hartfrequentie weergeeft. Ja. Nou ja, het bleek uiteindelijk dat mijn dochter 3 keer de navelstreng onder de nek had. Dus die is... Ze moest meteen actie ondernomen worden. Ja, dus actie ondernomen en heel gezond ter wereld gekomen. Allemaal prima gekomen. Maar sindsdien weet ik wel van, dat dus de heart rate variability inderdaad een uitkomstmaat is of een parameter die bijvoorbeeld ook dus in de voor hoe jouw lichaam eraan toe is. Ja. Nou beweert de Garmin, en ik weet niet hoe goed dat is, want de Garmin doet natuurlijk een polsmeting. Mm-hmm. En volgens mij alles wat je leest over sport, hartslagmeting, borstband is natuurlijk veel beter dan pols. Maar die Garmin beweert dat hij dat leest. Ja. Ik denk zeker dat die waarde van dat herstel wat hij adviseert, is dat een oké waarde? Is daar ooit onderzoek naar? Wat ik dan denk is, en onderzoek, Christie zegt, af en toe gaat zo'n horloge ook, want het gebruikt weer een algoritme natuurlijk, die gaat af en toe flink de mist in. Ja. En dan, dan kom je daarachter, omdat je gevoel iets anders zegt dan je horloge. Ja, waar ga je dan op af? Ja. Nou, zij pleit er erg voor om je gevoel af te gaan. En dat geeft zij ook aan eigenlijk in Amerika is daarmee begonnen. Dat een stemmingsvragenlijst, de mood questionnaire. Ja. Ja. En de POMS, de Profile of Mood State Questionnaire. Ja. Dat is eigenlijk toch de gouden standaard. Ja. Die gebruikt wordt, ook in ieder geval in de sportwereld. Waarbij je simpelweg dingen invult als, hoe voel je? Hoe is je stemming vandaag? Hoe makkelijk ging het? Hoe ging de training? Heb je goed geslapen? En dat vul je netjes in. En dan komt er wel weer een algoritme en die geeft jou een bepaalde herstelscore. Ja. Nou, want je wil gewoon een getal zien. En dit is eigenlijk toch de manier waarop... Ja, wat nog steeds betrouwbaarder is dan heart rate variability... of dat je in het bloed allerlei markers gaat bekijken. Hormoonspiegels. Betrouwbaarder om vast te stellen of je klaar bent voor een volgende trainingsprikkel. Ontstekingsmediatoren. Maar dat vinden wij, of atleten vinden dat lastig. Want ja, dan moet je zelf nadenken over die vragenlijst wat je invult. Ja, maar kunnen we dit nu zo ver platslaan dat je als antwoord aan Anne geven die vraag dus, is het gewoon je gevoel? Is het er gewoon als je zin hebt? Ja, is dat hetzelfde als zin? Weet je wel, maar er is een programma, Restwise, daar verwijst zij naar. Dat is op zijn app voor, denk ik. En ik denk, en dat is... Wij hebben samen, of jij berichtte me over de Ross Tucker laatste podcast. Ja. Ross Tucker, die inspanningsfysioloog uit Zuid-Afrika, die hij podcast eigenlijk doet wel schurkend aan wat wij wij aanradertje, doen. Kan in de show notes. En hij had het inderdaad ook over een man die voor het eerst de marathon moest lopen. Wat moest hij nou gaan trainen? En hij zei, begin er vooral mee om voor jezelf een dagboekje bij te houden. Ja, met dit soort informatie. Nou, en als jij dat lang genoeg doet, dan weet je op een gegeven moment wel van, dit gevoel nu, dan hoef je dat niet allemaal meer te noteren. Dit betekent dat ik scherp ben en in ieder geval in staat weer om lekker hard te trainen. Dus dat is het ook. Je kan jezelf op weg brengen door inderdaad dan maar tijd te besteden aan dat dagboek. En daar dan een feeling voor te krijgen. Dat klinkt natuurlijk heel ouderwets. Hè? Ik moet nu ook denken aan een anekdote uit mijn eigen leven. Ik ben een datafreak. En dat zullen we door deze podcast misschien wel achterkomen. Maar ik log vrij veel. En daar ben ik ook wel sceptisch om, hoor. Ik snap echt wel dat al die data niet fantastisch is. Maar wat ik daardoor heb geleerd is door de data niet te letterlijk te interpreteren, maar wel goed te loggen, krijg je gevoel voor de richting van de beweging. En uiteindelijk komt het dan aan op gevoel, maar je leert je gevoelens herkennen. En dan terug naar de vraag van Anne. Vorig jaar had ik te horen gekregen dat ik misschien wel mocht meegaan doen aan het tweede divisie team van de UHT in de teamcompetitie. Nou, ik zal heel eerlijk bekennen, dat is een niveau natuurlijk wat ik eigenlijk net niet aan kan. Maar ik dacht alleen maar, als ik heel hard ga trainen, dan kom ik daar misschien wel. En over data gesproken, ik heb ook die €20 per maand betaald voor dat Training Peaks abonnement. Daar doe ik veel te weinig mee wat er allemaal kan. Maar wat ik er wel mee doe, daar komen dus al mijn trainingen in met al die data. En dan krijg ik op het tweede tapje een grafiek. Een grafiek met 3 lijnen, namelijk mijn niveau van fitness, mijn vorm, whatever dat is. Dat zou iets voorspellen over hoe goed ik die dag een prestatie kan leveren. En de vermoeidheidsgrafiek. En ik ben toch wel achterkomen, ik ben gaan leren om die te respecteren. Ja. En niet omdat ik nou die absolute waarden zo geloof. Ik geloof best dat model nooit helemaal op mij van toepassing is. Maar begin vorig jaar ging ik dus heel veel trainen. Ja. En dat ding schoot maar door. En schoot maar door. Hoger. Kwam nooit meer naar beneden. En toen kwam ik precies wat jij nu merkt. Daar werd ik opeens chagrijnig van. Ja. En omdat ik dit gelezen had en wist, kon ik opeens herkennen. Want ik doe ook mood tracking. Iedere avond voor het slapen vul ik even in. Schaal tot 1 tot 5. Hoe was je energieniveau en stemming vandaag? En toen zag ik hem gewoon gaan. Inderdaad, als ik eerlijk moet zijn, ik ben in een rotbui. En niet 1 dag, maar al de hele week. En toen hielp dus al die data mij wel. Hè, want wij zeggen dit hier en je kan zeggen allemaal onzin. Want je voelt het wel. Je voelt het wel aan. Maar de data heeft mij wel geholpen om dat gevoel te interpreteren en herkennen. Ja. Dus het hangt er ook heel erg vanaf of je inderdaad een beetje een datafreak bent. Of fijn vindt om met data te stoeien. Er zijn nu zoveel lekkere apps. Ja. Hè? Ja. Alleen, ik denk dat je dat altijd, die koppeling, die is belangrijk. En dat je wel eens de mist kan ingaan door een algoritme. Wat net niet scherp genoeg is afgesteld voor jou. En dan komen we volgens mij bij het antwoord op Niels' vraag. Hoe betrouwbaar is nou dat sporthorloge? Ik denk dat daar ook geldt. Ik zou niet te veel kijken naar die absolute waardes, maar wel naar de richting van de beweging. Ja. Dus als jij meestal na een rondje hardlopen, krijg ik meestal, 16 uur, soms 36 uur. En als hij opeens zegt, 78 uur hersteltijd. Dat voel je dan waarschijnlijk wel. Want waarschijnlijk heb je een uur of 6 op de fiets gezeten. Maar daar zit dan ook wel wat in. Is dat een fair dat lijkt mij zeker. En ik weet, ik kan alles weer... Want jij doet dat sportrustprogramma. Dus die ins en outs, die ken ik eigenlijk onvoldoende. Dat wil in dit geval vooral zeggen dat je veel minder traint. Ja. En dat wat je traint in de juiste hartslagzones traint. Ja. Dat is eigenlijk maar om nou precies te zeggen 78 uur of 46 uur. Die precisie, daar gaat het mis. Hè? Ja. Maar de richting van de beweging, volgens mij in ieder geval, dat is hoe ik daar zelf ook mee omga. Ja. Mooi. Een reactie van Nienke Gerkes op onze website. Naar aanleiding van aflevering 2. Superleuk dat jullie deze podcast maken. Nou, dankjewel Nienke. En ze zegt ook nog dat ze veel sporters in haar omgeving hierop wijst. En die hier hun voordeel mee doen. Dus laten we die oproep nu ook doen aan alle kijkers en luisteraars. Mocht je zitten kijken en luisteren, nog steeds in deze aflevering die vrij lang wordt, besef ik me ook. Stuur vooral de link door naar iedereen voor wie dit interessant kan zijn. Dankjewel Nienke. Hier is Lucas nog een keer terug. Lucas van Rosmalen is dat. Dit keer niet op YouTube, maar op onze website. En die wil toch nog even terugkomen over dat ijsbad. Wat wij ook naar het Rijk der Fabelen versturen in die aflevering. En zelfs misschien wel contraproductief vernoemen. Hij schrijft: uit dat onderzoek in Maastricht kwam dus dat ontstekingen en dus spierpijn afnam door de kou. Maar de spiermassa minder toeneemt. Als je genoeg spieren hebt, dan is dat toch juist prima. Overigens vind ik na het sporten ijskoud douchen alleen prettig als ik eerst in de sauna heb gezeten. En hou mezelf voor dat de afwisseling de bloedstroom bevordert en daardoor de afvalstoffen worden afgevoerd. Dus zijn eigenlijk twee onderwerpen. Het effect van sauna en het effect van die ijsbaden op spieren. Ja. Hij zegt, dat is toch prima dat je minder spiermassa krijgt? Ja, dat zou je wel denken, want je wil wellicht, je wil geen bodybuilder worden. Je wil niet hele dikke benen gaan krijgen. Dat is zeker waar. Alleen wat hij vergeet is dat spieren zijn niet statisch, maar die worden continu aangemaakt en weer afgebroken. Ja. En dan merk je het beste als jij een week in bed moet gaan liggen, bedrust moet nemen. Je schijnt ongeveer 1,5 kilo aan spieren te verliezen na 1 week plat liggen. Oké. Het voorbeeld is als jij gebroken been, krijg je gips omheen en dan op een gegeven moment komt daar ruimte tussen dat gips, die kast en je been. Ja. En denk je, hé, dat is toch... en dat is puur de afname van je spieren. Dus je moet ook blijven trainen of bewegen om je spiermassa te houden zoals je wil. Te veel spiermassa... Dan moet ik wel zeggen, dit was een krachttrainingsprogramma. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over kracht versus duur. Ja. Dus dat komt zeker terug. Maar dat is één, ook als jij gewoon dezelfde massa wil houden. En dat is alleen maar goed, denk ik. Dat doe je alleen maar door te trainen, anders verlies je het. Ja. Het sauna stukje is ook interessant. Want toch weer even opgezocht. Ik zag een studie, Alex Hutchinson heeft dat uitgediept. De man die van het boek Endure, die wij graag allebei volgen en lezen. Ja. Ik heb hem nu ook een keer live ontmoet in Amsterdam. Aardig, jij hebt een handtekening in je boek staan. Ja. Maar hij haalde een studie naar voren en zei de sauna wordt... en Jacobina had het daar bijvoorbeeld ook over. Ja, sauna of een heel heet bad wordt aangeraden als jij bijvoorbeeld in Florida of in Tokio straks, als je zo goed bent, mag meedoen aan de Olympische Spelen. Ja. Dit is wel een manier om te wennen aan de warmte. Ja. Alleen, het kan mogelijk, dat is een studie die hij dan aanhaalde, toch het herstel echt. Dus je kan het prima doen, gewoon tussen je trainingen door. Maar als je direct na een training wil herstellen voor een volgende inspanning al op korte termijn, kan het interfereren. Hij haalde een studie aan naar zwemmers en triatleten die 2 keer gerandomiseerd. Dus, ze wisten niet wat ze aan het doen waren. 2 keer zwemmen, 15 meter of... En dan tussendoor of de sauna ingingen of een zalfje kregen, echt een herstelzalf werd gezegd. Echt een recovery zalf. Ja, en bleek toch linksom of rechtsom dat hij met dat zalfje, het placebo eigenlijk, daar zat verder niks in. Nee. Dat hij de tweede dag toch beter, iets verbeterde qua zwemtijd. En dat de mensen die in de sauna waren geweest, en daar zat denk ik 24 uur of zo tussen, dat toch minder presteerden. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen... En werd de conclusie aan verbonden, die sauna was dus niet goed? Nee, dat zou dat herstel wel eens tegen kunnen zijn. Ja, dan ga je natuurlijk denken, hebben die mensen wel voldoende ook weer gedronken? Sauna. Hoeveel factoren waren daar? Het was wel zo, gevraagd werd naar die mensen, ook naar hun mood, naar hun stemming. En de dag na de sauna waren ze niet zo lekker opgestaan. Ja. Dat kan je natuurlijk ook weer... Misschien waren die mensen ook niet zo gewend aan die sauna, et cetera, maar... Nee. Ja, het is nog een beetje... het zit op dat vlak van... kijk ermee uit. Ga vooral niet, duik niet na elke inspanning die sauna in en denk... Hey, en tegelijkertijd, we zijn, dit is een studie met mensen die iedere dag moeten presteren. Ja. We praten hier met amateurs. Ik ken Lucas een beetje. Ik denk dat Lucas prima in de sauna kan zitten, want die is echt niet iedere dag een topprestatie. En ik, kijk, die laatste zin, hou mezelf voor dat de afwisseling de bloedstroom bevordert en daardoor de afvalstoffen worden afgevoerd. Ik vind dat vooral hou mezelf voor. Dat is een belangrijke zin. Ja. Ja, ja, ja. Als jij erin gelooft, visualiseren van wat er gebeurt. Nou, dat is prachtig. Ja, ja, blijven doen. Mooi. Dan de vraag die we eerder voorbij zagen komen van Jeroen in de reviews. Die had ook hiermee te maken. Hij schreef... hoeveel tijd bevelen jullie aan tussen het lopen van marathon? Ja. Spannend, hè? Want ik weet niet of we die rol mogen nemen. Maar laten we toch de vraag even doornemen. Ik zelf ga dit voorjaar mijn eerste marathon lopen in Leiden. En ik wil einde van dit jaar mijn tweede marathon gaan lopen. Bijvoorbeeld de Berenloop op de Schelling. Wanneer moet ik weer beginnen met trainen? Ja. Ja. Nou, laten we in eerste instantie... Ken jij Jeroen? Nee, ik ken Jeroen niet persoonlijk. Ik dacht dat je Jeroen W76 van YouTube was, maar die bleek het niet te zijn. Het is een andere Jeroen. Laten we gewoon zeggen, ja, wij zijn geen trainingsdeskundigen daarin. Nee. Laten we delen wat we weten. Ik weet vanuit het Sportrustenboek dat je na je marathon minimaal 2 weken bijzonder rustig aan moet doen. En dat betekent niet dat je op de bank moet gaan liggen met je benen omhoog. Maar dat betekent dus dat je alleen maar wat in het sportrustenprogramma heet vogels kijken, loopjes doet. Oftewel heel erg langzaam tempo, kortere afstanden. Ja. Puur om alleen maar de boel in beweging te houden. Zodat inderdaad afvalstoffen en lichaams-eigen processen op gang komen. Mijn eigen ervaring vorig jaar is, ik ben, omdat ik toch uiteindelijk naar triathlon wil trainen... 2 weken na de marathon de Amsterdam Gold gaan fietsen. En eigenlijk heel april veel focus gezet op fietsen. Ja, dus ik heb eigenlijk die fitness vanuit die marathon lopen proberen om te zetten naar fietscapaciteit. En dan denk ik, nou, fietsen is in ieder geval niet belastend op precies. de benen. Ja. Is wel bewegend. Dat wil ik eigenlijk dit jaar weer zo doen. Als je het dan strekt, nou ja, kan ik in het najaar mijn tweede marathon weer lopen? Dan zou ik onmiddellijk zeggen ja. Ja, ik ken Jeroen niet. Dat is een beetje, hoe oud is hij? Hoe getraind is hij? Et cetera. Nou ja, hij loopt nu zijn eerste in het voorjaar. Ik zou zeggen, maak dat besluit eens een week of 4 na je eerste marathon. Kijk hoe je eruit komt. Ja. Hopelijk ben je niet geblesseerd. Ja, heb je zin om weer te gaan trainen? Ga rustig eens kijken of je weer wat trainingen kan volhouden. En ook de intensiteit. En dus afwisselen, Jeroen. Ga eerst in instantie eens een paar maanden fietsen of zo. Precies. Of zwemmen. Ja. En ga pas weer veel loopvolume opbouwen. Maar nogmaals, dit zeg ik echt puur als amateur aan de borreltafel. Dat moet ik even bijzeggen. Voelt voor mij goed en lijkt mij logisch. Als je afwisselen van trainen. Nou ja, dat is een mooi brugje. Ja, je hebt natuurlijk... Ik kijk altijd graag naar... lees veel over die mensen die ultieme dingen doen. Ja. Ja, er zijn ook mensen die een jaar lang 1 of 2 marathons op een dag lopen. Hè? Die gaan dan de hele wereld over. Maar dat doen ze niet in het jaar dat ze hun eerste marathon lopen. Dat, hè? Dat moet er ook dus even bij. Dus wie weet, Jeroen, in de toekomst, als jij erachter komt... ik herstel vlotjes en ik word steeds beter. Ik krijg er steeds meer zin in. Ja, maar het is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Want er was vorig jaar ook zo'n mevrouw... die ging dan 50 triathlons in een jaar doen. Of 1 per week. Of hele triathlons hebben we het over. Er was veel discussie over op de fora van triatleten. Want die zei, ja, deze mevrouw maakt de reputatie van de sport kapot. Want die doet alsof dat kan. Terwijl, dames en heren... en dan hebben we het niet over een marathon... maar over een hele triathlon. Ja. Dat doe je niet even zomaar. Zeker niet als beginner. En het is inderdaad ultra-atleten. Jacobina spraken we in aflevering 5. Die is natuurlijk al jaren bezig. Dat lijf, die botten, die ligamenten, die spieren. Ja. Die zijn gewend aan dat soort belastingen natuurlijk. Ja. Ja. Mooi. Tot over de reacties op de aflevering over herstel. Oké. Gaan we door. Aflevering 3. Slimmer trainen door afwisseling van sporten. Als je nog even hebt en je zit in de auto, je bent onderweg, je bent aan het hardlopen. We hebben steeds minder reacties, want de kijkers en luisteraars moeten bijvangen. We beginnen even op YouTube. Daar zagen we Gerdy Schreuders weer terug. Die zei, toen ik ging zwemmen, kon ik veel beter hardlopen. Mijn eigen ervaringen komen dus overeen met wat wij hier betogen. En dat was het punt van aflevering 3. Hè? Afwisselen van sporten is goed. We zagen ook de jongens weer van Revanche. Best grappig dat je juist verschillende sporten moet afwisselen. Want dat is nog leuk ook. En omdat die jongens van Revanche zo leuk reageren op bijna alle YouTubes die we plaatsen, dacht ik, ik zoek ze eens even op. Ik heb geklikt op hun kanaal. En het zijn David en Rens. 2 vrienden die de leukste, grappigste, gekste dingen doen voor jullie. En die maakten series als... Nou, die zijn inmiddels een beetje gestopt met vloggen. Laatste video is uit 2018, geloof ik. Maar David en Rens, superleuk dat jullie zo enthousiast meekijken en meedoen met onze Slimmer Presteren podcast. Ja, en dan komen we bij, en dat is eigenlijk de laatste reactie die we vandaag gaan behandelen, is een flinke. Wij zeiden, jij riep in die aflevering 3 tegen mij, ja, waarom zie ik jou nooit bij de Body Boost? Mm-hmm. Nou, dat heeft vooral te maken met mijn agenda. Maar goed, onlangs deed zich een avond voor dat ik op woensdagavond de deur uitkom. Dus ik ben meteen maar gaan bodyboosten. En dat hebben we ook op Twitter gezet, dat we met z'n tweeën in die gymzaal oefeningen lagen te doen. En daar kregen wij zwaar post, want je kan niet alleen op social media reageren. Je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. Daar kregen wij een ingezonden brief van onze bodyboost trainer Jan Overgoor. Het is een hele lange brief. We hebben even overlegd hoe we daarmee omgaan. Gaan we hem integraal voorlezen? Nee, ik denk eigenlijk, weet je wat we doen? We publiceren hem als een blogpost op onze Slimmer Presteren Podcast website. Prima. We zullen de link daarna hier in de show notes ook zetten. Maar laten we wel even ingaan op wat hij schrijft. Wat haal jij eruit? Nou, hij verwijst naar het ASM. Ja. Athletic Skill Model. Ja. En dat is iets wat ik wel ken. Ik volg ze op Twitter in ieder geval. En ik weet ook... Kijk, zij zijn pleiter van gevarieerd trainen. Ja. Nou, hij legt netjes uit van de basis daarvan. Het zit hem uiteindelijk in een groep, een hoogleraar van de VU. Ja. In motorisch leren, die Geert Savelberg. Dus daar zit echt wel een wetenschappelijke grond achter. Ja. En zij leiden eigenlijk gymleraren, trainers, coaches, sportinstructeurs, fitnessinstructeurs op om ASM-trainer te worden. Ja. En hij vat dat ook kort samen. Hè? Er zijn 5 voorwaarden om te kunnen bewegen. Ja. Agility, behendigheid, wendbaarheid, lenigheid, houding, balans, kracht en uithoudingsvermogen. En dan heeft hij het over een 10-tal, ik zal ze niet allemaal voorlezen, grondbewegingen. Ja. Stoeien, vechten, lopen, springen, rollen, nou, enzovoort, enzovoort. En dan, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ja, dat is, denk ik, zij kijken gewoon... Ik heb toen wel even gezegd van... Kort genoemd dat die motorische school... die heeft heel sterk van... laat het lichaam zelf ontdekken en uitvinden... de manier waarop het beweegt. Ja. En dat is daar heel erg op gestoeld. Dus maar dan moet je dus ook die prikkels dusdanig aanbieden... dat jouw lichaam de kans krijgt om dat te ondervinden... en dan oplossingen te zoeken. Dus exact. Dus op zoek naar oplossingen. En dan, als je dat meeneemt... dan ga je naar sport kijken op een hele andere manier. Zoals het voorbeeld dat hij aanhaalt, een voetballer. Ja, moet die moet kunnen trappen... Ja. Maar moet hij altijd tegen een bal? Nee, dat is goed. Dan kan hij bijvoorbeeld ook taekwondo, dat is ook trappen. Ja. Hij moet kunnen hardlopen. Ja, dan ga je eigenlijk richting de atletiek van loopbeweging, loopscholing. Hij moet kunnen richten en de bal ontvangen. Ja, dan denk je aan korfbal of basketbal. Ja. Dus hij moet kunnen vallen. Hij moet kunnen vallen, precies. Vechten, dus stoeien, dan denk je aan valtraining, misschien judo. En dat is wel leuk dat hij dan maakt zijn onverdeling in doelsport. Dat is eigenlijk de sport waar je echt op richt. Waar je beter in of denkt van dit is mijn sport. Voetbal of fietsen. En dan de donorsporten. Dat zijn die sporten die je allemaal helpen om te bereiken. Bijvoorbeeld in het geval van de voetbal net die voorbeeld ik gaf. Ja. Ja. En dan de derde. Ja, dat is de multisporten. Ja, en die zijn af en toe dat je denkt, ja, maar so what? En dan heeft dit bijvoorbeeld over bewegen op muziek of boksen of iets dergelijks. En dat zette mij eigenlijk wel aan het denken, want ik word ook gevolgd en ik volg hun ook door het Ski Development Team van Nederland. Ja. Nou, en die zijn de Nederlandse skiers? Ja, en de jeugd dan. Ja. En wat, naar aanleiding van onze podcast volgens mij ook... stuurde zij een filmpje op van... gevarieerd trainen, dat doen wij al lang. En zij lieten dan eigenlijk voorbeelden zien... van hoe zij hun skiers trainen. Nou, daar stond op geen enkele foto was sneeuw te zien. Nee. Maar wel, er werd gebokst, er werd gejudo'd, er werd gevoetbald. Er was allerlei circuittraining, er werd aan ringen gehangen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk... En we hadden Nino Schurter, vonden we, dat filmpje van die mountainbiker. Staat in de show notes van aflevering 3. Die vonden we al zo bijzonder. Ja, het kan veel bijzonder. En ik kwam nu dus een film van een skier tegen. En dan, nou ja, die doet dingen waarvan je denkt... Nou, dat heeft niet direct daar misschien... Lijkt het met sport te maken, maar het valt wel allemaal onder dat Athletic Skills Model... in de serie dan als multisport. Dus hij, dat vind ik, wat Jan zegt... Ja, omdat hij zo is opgevoed met het idee van dat breed trainen... Ja. Vindt hij bijvoorbeeld Mathieu van der Poel. Ja, die wil ik even voorlezen. Ja. Want hij komt dus met een aanvulling eigenlijk. En dan dit stukje heb ik even dik gemaakt. Bovenstaande, waarin hij dus eigenlijk helemaal uitlegt wat je nu samenvat, in oogschouw nemende, denk ik echt dat Mathieu van der Poel nog niet gevarieerd genoeg traint. Wij haalden Mathieu aan als voorbeeld. Nou, dat vond hij maar een slecht idee. Hij blijft namelijk nog steeds in zijn donorsporten hangen. Dus die sporten die heel dicht liggen bij de sport die hij echt wil doen. Ja. Wat op zich natuurlijk al een vooruitgang is, gezien de behoudende fietswereld. Sneer. Maar ik denk dat hij nog beter kan fietsen als hij nog veel meer balanceer, glij, rol en draaioefeningen zou doen. En niet te vergeten, valbreken. En dan schrijft hij tussen haakjes... Hoeveel fietsers lopen elk jaar geen zware schouderblessure op... of nog erger, omdat ze simpelweg niet kunnen vallen en doorrollen. Dus dit is eigenlijk een betoog van Jan. Mooi, ja zeker, bodyboosten, afwisselen... Maar nog veel gekker en veel meer. Ja. Jouw verhaal doet me denken aan... Volgens mij zijn er ook filmpjes van Sagan, toch? Die inderdaad echt als een soort turner... Door de gymzaal heen gaat. Nou ja, en ook Sagan is natuurlijk een erg succesvolle fietser. Maar het is wel grappig dus dat de wielersport... die publiceert dan deze filmpjes en zegt... kijk, vernieuwend en mensen... Dumoulin en zo gaat zich afvragen... doen wij het eigenlijk wel goed? Trainen wij wel goed? Ja. Terwijl in deze setting... dus de mensen van de ASM, die sportinstructeurs... Ja, die zullen schouder ophalen en denken... jeetje, wat lopen jullie 10, 15 jaar achter de feiten aan? Dit weten wij al veel langer. Ja. Dus dat is denk ik wel goed om eens even over die schutting te kijken. En vooral dat Van de Poel verhaal wordt natuurlijk ook geframed. Ja. Maar heel bijzonder is het allemaal eigenlijk. Het lijkt eigenlijk veel minder bijzonder te zijn als je er echt sportfysiologisch of sportwetenschappelijk naar kijkt. Maar ja, het interessante blijft... Kijk, voor een wetenschapsjournalist is het natuurlijk moeilijk om die wetenschappelijke studies... Als je deze wil gaan uitvoeren, dan moet je natuurlijk een controlegroep... die je eigenlijk eenzijdiger traint. Ja. Dus alleen maar bijvoorbeeld op de fiets zet en dan die andere groep. Ja, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment spaak lopen, want komt die groep die zoveel dingen eromheen moet doen, komt die nog wel genoeg aan het fietsen toe? En verbetert die misschien op de korte termijn niet zo snel als die andere groep die veel meer fietsen en mist daardoor het eliteklasje en komt dus daar niet in het talentenprogramma. Je moet daar eigenlijk mensen jarenlang natuurlijk volgen of jeugd volgen en dan op een gegeven moment, dan wordt het meer anekdotisch natuurlijk op die manier als je ziet welke jeugd wielrenners of sporters boven blijven drijven. Dan blijken ze toch vaak een bredere achtergrond te hebben dan enkel alleen met die sport bezig zijn. Dus dat maakt het denk ik wetenschappelijk gezien wel moeilijker om aan te tonen. Maar desalniettemin het feit dat hier vanuit allerlei andere hoeken en met studies naar motorisch leren, die dat hele ASM-traject is ingezet, denk ik dat wel duidelijk is dat wij blijven bij dat punt dat gevarieerd trainen alleen maar goed is. Ja, en het is een mooie aanvulling van Jan, dankjewel. En daarmee, Jurgen, komen we op een mijlpaal in de geschiedenis van onze podcast. Los van dat we voor het eerst alle reactievragen hebben beantwoord. Ik zie op mijn klokje, dit is ook de allerlangste aflevering die we ooit gemaakt hebben. En daar hebben we nu jouw hulp bij nodig. Want één, ik vind dit leuk, al jullie reactie en vragen. Maar hoe vind jij dit als kijker en luisteraar? Dus dit is een uitnodiging om hier dan weer op te reageren. En wellicht heb jij ideeën hoe we met jullie reacties en vragen moeten of willen kunnen omgaan. Vind je dit leuk? Gewoon zoveel mogelijk vragen. En als je het niet leuk vindt, sla je deze aflevering gewoon een week over. Heb je andere creatieve ideeën? Praat met ons mee. En dat kun je op een aantal manieren doen. Als je dit voor het eerst ziet of luistert, noem ik ze nog een keer op. Je kan met ons in gesprek op social media. Via de @slimmerpodcast op Twitter of op Instagram. Je kan reageren onder de aflevering op onze website op www.slimmerpresterenpodcast.nl of gewoon via slimmerpodcast.nl kom je er ook. En je kan ons e-mailen, net zoals Jan deed, op post@slimmerpodcast.nl. En tot slot, waar we deze aflevering mee begonnen. Hopelijk heb je nu in de gaten wat we daaraan hebben. Wij vinden het heel fijn, niet alleen om te horen wat we beter kunnen doen of waarom je het zo leuk en goed vindt. Als je ons helpt om deze podcast verder bekend te maken, nog meer mensen dit te laten ontdekken. Ofwel door een review achter te laten. Nou ja, dat doe je dan met name in Google of Apple Podcast. Of de link naar deze afleveringen of naar de Slimmer Presteren Podcast door te sturen in jouw netwerk van sporters, fietsers, triatleten, hardlopers. Iedereen die het interessant vindt om slimmer te gaan presteren. Want wij drinken iedere week een verse kop koffie. En die komt uit op vrijdagmorgen. Dus Jurgen, dankjewel tot zover. Ja. Dank voor al je antwoorden. En tot de volgende kop koffie. Tot de volgende keer.